Dus mama, ik ga vandaag een fotoshoot doen. Hey, what's good? Het is je panna, Steve Vechten. En super leuk dat jij kijkt naar deze allereerste soort vlog van mij. Oké, dus het is nu. Hoe laat is het? Het is nu 9:30. Wacht, ik doe deze open. Misschien krijgt hij dan licht. Oh, verkeerde kant. Ga open, jongen. Het is best moeilijk om te doen of zo. Oh. En toen was het licht. Wat zie ik er lelijk uit van 's ochtends. Wat een ugly ass in die ochtend. Oké, dus ik moet om 11 uur op school zijn. Alleen, het is nu al 9:30. En ik moet nog omkleden en alles hebben. Bus gaat tot 10 uur. Oké, gisteren heb ik een fan ontmoet. Ik noem je niet echt fan, gewoon een supporter, hoe je het noemt. Iemand die mijn video's kijkt en ja, vond ik echt vet. Ik heb er echt lang voor gereisd, want ja, ik wil ook gewoon laten zien dat ik veel dingen voor je over heb. Dus ik moest van Groningen, ik denk echt dat ik 4-5 uur heen, naar 4-5 uur heen moest rijden en 4-5 uur terug moest reizen met de trein. Dus dat ging lekker. Maar daarna moest ik nog een video opnemen, dus ik was tot en met, ik denk, 2 uur bezig geweest. Om een video op te nemen. En die moet ik nu nog uploaden ook nog. Maar ik moet nog zoveel doen. In de ochtend heb ik nergens zin in. Want ja, daar heb ik gewoon geen zin in. En nu wil ik die video uploaden. Geen internet. En ja, ik ga het nu even laten zien. En jullie mijn omkleed. Kinky. Kijk, dit is mijn uitzicht. We zijn verhuisd. En ik ga jullie laten zien, want er gaat meer gebeuren. Want ik ga ook om mezelf soort van wonen. En ik ga jullie alle laten zien. Als allereerst, wat doe ik vandaag aan? Ik heb zin in een broek. Oké, ik vind deze broek echt hard. Dit is mijn broek. Het is gewoon een onderbroekje. Yeah. En ik pak mijn telefoon, want ik kan nooit omkleden zonder muziek. Want ik zag er reinig. Het geluid kan wat anders zijn, want ik neem dit op met een hele oude cameraatje van mij. Maar ja, ik kan er goed mee vloggen, dus ja. Oh, gelukkig, ik kan niet mijn blote billen zien op de kabel. Dat zal wat zijn. Zie mijn kabel. Heel veel mensen denken dat ik echt uren bezig ben met mijn haar, maar dat is niet zo. Oh, en ik heb van die gekke witte vlekken nog op mijn gezicht, want ik heb pukkels en ik vandaag fotoshoot, dus ik moest even wat van dat spul opdoen om te kijken of het weggaat. Voor de mensen die willen weten wat mijn outfit is, dat is, hoe zeg je? Deze broek, deze sexy. Met deze shirt ben je nog sexier. En dan gaan we nu, ga ik mijn haar doen. Oké, dus ik heb mijn tanden zo gepoetst. En nu ga ik jullie laten zien hoe ik mijn haar doe, omdat heel veel mensen dat vragen. Het is niet zo moeilijk. Oké, mijn haar zit zo nu. Dan pakken we deze. Ik weet niet wat dit doet, dat maakt het gewoon nat. En dat ruikt vet lekker. Dit ruikt naar kokos en dat is echt lekker. Maar ik vind kokos zelf vind ik echt best wel vies. Maar, hoe zeg je dat? Ik vind deze gewoon lekker. Oké, ik had eigenlijk wel mijn haar moeten uitwassen vandaag, maar boeien. Ik had dat eergisteren al gedaan. Of gisteren, weet ik veel welke dag dat was. Een weekend was het, dat weet ik alleen, want het is vandaag maandag. Oké, dus dat is alweer beter. Mijn moeder wil me een stukje naar de trein brengen. Want ze zegt dat ik hem niet haal, omdat er een stoplicht en alles staan bij ons. Ja, wat in Groningen wordt er gewoon gewerkt aan de weg. Dus niet alleen aan het platteland, maar ook aan de weg. Dat is echt, ik weet het, next level. Oké, wat ga ik aandoen voor een fotoshoot, jongen? Weet ik veel. Oh, deze vind ik wel. Deze. Oh, jongen, ik ben echt chagrijnig. Ik had toch een horloge en een die kettings. Die kettings ben ik kwijt. En die horloge is stuk. Oh, fuck my life, weet je. Ik ga nog een keer wat leuks voor mezelf kopen. Al mijn YouTube money, altijd daarvoor gespaard. Ik dacht, dat wil ik echt hebben. Al mijn YouTube money's. Nee, hoor. Allemaal weg. Oh, dit is zo koud in de ochtend, jongen. Sorry, ik heb altijd zo'n kick ineens, jongen. Ik weet ook niet waarom in de ochtend. Dat denk ik gewoon. Yeah. Ik heb gewoon soms wat ik eruit en niet druk. Ja. Oké, wat heb ik nodig? Oh ja, het is veel te vroeg voor mij. En normaal begin ik altijd nog vroeger, dus moet je nagaan als ik vroeg moet beginnen, jongen, dat is echt niet goed voor mij. Ik vind het oprecht nu al leuk, vlog. Ik heb dit echt nog nooit gedaan, maar ik vind het oprecht gewoon leuk. Het is je panda! Yeah, knop power! Oh. Kijk, jongens, dat was mijn os. Mijn huisje, dat. Maar ja, ik ga dat allemaal nog wel
uitleggen binnenkort. Maar oh, ik kan eindelijk echt YouTuber worden nu. Ik ben eindelijk van boer naar YouTuber gegaan. Dat is zo vies. Ik heb mijn tanden dus al gepoetst, maar dat is zo vies om dan te gaan eten. Want ik kom net achter, ik moet nog eten. En ik heb nog één enkel sokje nodig. Waar ben je? Ja, hier. Kijk. Oké, dus ik ga even mijn medicijnen innemen. Voor mijn hart. We zijn verhuisd en ik weet nooit waar alles staat. Maar ik weet nu dat hier de bekers staan. Want ik ga die pillen innemen met water. Dan heb ik weer een normaal hartslag, hoop ik. En dat is niet, hè? Ja, okay. Dit is mijn drugs. Oh. Ik schrik ervan. Dus dit is mijn taxibedrijf. Goedemorgen. Dat is mijn taxibedrijf. Oké, dus ik ga even snel mijn video uploaden. Nu we zijn verhuisd is het chillste ooit. Want mijn... hoe zeg je dat? Mijn bushalte zit recht tegenover hier. Sorry, dat duurde echt lang voordat ik op dat woord kwam, bushalte. Oké, dus mijn taxichauffeur is aangekomen. En wij gaan nu naar de treinstation in Grijpskerk. Want, hoera, 65 jaar. Hé, hey, zeker in één keer, zonder dat mijn dyslexie zei, het is 56. Ben je niet trots op mijn mama? Ja hoor. Zie je dat? Het gaat steeds beter. Dankjewel. Oké, dus we zijn nu onderweg. En ja, normaal doet mama dit niet. Maar omdat ik deze week ga vloggen, is eigenlijk lief van mij. Want ze weet, ze wordt gefilmd. En ze weet de kinderbescherming kijkt. Dus... Kinderen vallen hier niet meer onder hoor. Hoezo niet? Je bent volwassen. Ze weet de volwassenbescherming bekijkt. Nee, ik mag je mishandelen. We staan het niet? Jawel, toch? Ouderenmishandeling. Ja, ik zit aan een bejaardenhuis. Huiselijk geweld. Een huiselijk geweldbescherming die kijkt. Wat, zo heet dat toch? Gewoon huiselijk. Dus mama, ik ga vandaag een fotoshoot doen. Ik ga naaktfoto's maken. Zo, nou. Heb je er zin in? En dan ga ik een banaantje voor mijn piemeltje doen. Want dan zie je dat net niet. Is echt. Nee, dat kan ik niet geloven. Nee, grapje. Is echt. Nou ja, ik zie je wel weer vandaag. Ik denk na school pas. Want ja, ik ga niet op school filmen. Want ja, dat is niks aan. Oh, en er komt een track aan. Er komt een dikke track aan. Oei, dat is mijn werk. En dat vindt mama mooi. Mama die houdt te gek is. Nou ja, ik zie je wel weer. Later. Oké, dus we zijn nu bezig met de fotoshoot. En ik was op school vandaag. De hele dag. En dat was het eigenlijk zo. Ja, ik heb niks gedaan vandaag. Ik was op school. Ik ging mijn Snapchats maken. Dus dat was gewoon niet bijzonder. En niet met Marit, ik weet niet of jij kan zien. Waar sta ik? Ik sta hier op een zwarte papier. Papier? Papier hier. Daar sta ik. En heeft hij een big ass tv en een fotograafresse. Noem je dat? Fotograafresse? Ja, hoe zeg je dat? Een fotograaf. Oké. Oké, dus we zijn klaar met de normale foto's. We gaan nu de nudes maken. Dus ik ga een banaantje voor mijn dik houden zo. en dan zo. En dan zet ik erbij, eet gezond. Die is best wel goed, toch? Eet gezond. Eet gezond. Of niet? Voor jouw kijkers van 12. Nou, en wie vinden ze het wel leuk? Zit ze allemaal van... Oh, Mam, wat bedoelt hij hiermee? Alleen ik heb niet. Maar hij is gewoon geen nudes, maar gewoon shirt dus. Ja. Moet je wel een beetje sporten van tevoren. Een beetje pompen. Ja. Een beetje aderen. Kijk, inzoomen. Ja, dat is keer een knopje naar boven. Zie je? Hoeveel zijn er ongeveer? 1,000. 1,000? Doe normaal gek. Ga maar 10k doen. Wow, face down, booty up. Wat een kudding. Hoezo? Wat? Je ziet je hoofd niet zo. Oké,
Oké, dus we zijn nog steeds bezig met de foto's. Je bent echt slecht in vloggen. Hoezo ben ik slecht in vloggen? Dit is mijn eerste keer in 4 jaar. We zijn nog steeds foto's aan het maken. Oh ja, ga jij wat zeggen dan? Hier, wat je arm zit net voor het licht. Je zit een paraplu, want het regent binnen. Niet met tape ofzo, dan moet je heel van die ding... Wacht, ik heb al tape. Oké, dus wat ik straks ga doen, ik ga straks misschien nog even de stad in. Ja, dat was het. Oké, we zijn klaar met de fotoshoot. En ze zijn sexy geworden, je ziet ze binnenkort. Likes, geef me likes. Geef me likes. Nee, ze zijn wel leuk geworden op zich. Hé, hey, op zich. Ik zei net sexy, hè? Ga zeggen. Oh, nee, Oké, ze zijn echt leuk geworden. Dus ze komen binnenkort op mijn Insta. Volg je mij niet op Insta, ben je echt een sukkeltje. Volg mij, steven.vechter_official. En ik ga nu zo naar de stad. Nog wat drinken. En dan, ja. Dat was het dan voor mij vandaag. Oh nee, toch niet, want dan moet ik nog naar huis en dan moet ik ook nog dingen gaan doen. Oh, nou, de vlog is dus nog niet voorbij. Dit is echt anders, man. Ik ben hier niet gewend om zo te filmen. Ik vind het een beetje eng. Oké, dus ik ben weer thuis. Ik ben nog even de stad in geweest. Gewoon even lekker gedronken. En nog even lekker gegeten. En toen hebben we de bus gepakt weer naar huis. En ik moest iets van een uur reizen of zo. Zoals altijd. Het is nu 8:45. Ja, het is nu 8:45. Ik ben net weer thuis. Ik ben weer in mijn boerendorpje. Ik moet even douchen en zo. Want ja, ik stink. De fotoshoot was leuk. Ik hoop dat de foto's goed zijn geworden. Je kan ze zien op mijn Insta. Ja, voor de rest. Ja, dat was het wel. Dat was mijn dag vandaag. Ik ben naar school gegaan. School was een beetje gewoon. Ja, het was zo'n dag dat je niet echt veel deed op school. Dus ik heb echt alleen maar onzin Snapchats gemaakt. En ja, ik ga zo even douchen. Ik ga daarna deze video bewerken. Leuk dat je hebt gekeken met je leuke kopje naar mijn allereerste echte vlog op mijn kanaal. Wil jij nou dat ik vaker ga vloggen? Nou, ik ga natuurlijk deze hele week gewoon vloggen. Wil jij dat ik dat gewoon vaker doe? Zorg dan zeker voor dat je even gekke support doet. Dat je even liked, video even deelt. En gewoon, ja, gewoon even liked en zo. En dan zie ik jou met je hartstikke leuke koppie morgen weer met een nieuwe vlog. Ja, dat was het dan. Bye.